Dan, ja, Lisette, in Straatsburg was er gisteravond sprake van een lockdown. Wat houdt dat precies in? Ja, dat betekent dat echt alles helemaal afgesloten was daar. De wegen, iedereen werd gesommeerd om binnen te blijven. Dat is op dit moment ook nog zo. En ook de Europarlementariërs die moesten gisteren in het Europese parlement blijven. Daar werd veel over getwitterd daarna. Peter van Dalen bijvoorbeeld, Europarlementariër voor de ChristenUnie, die schrijft: wat een verschrikkelijke dag voor Straatsburg in Frankrijk. Hoor hier nu dat er doden en gewonden zouden zijn. Afschuwelijk, niet te bevatten. De straten zijn leeg en niemand kan naar buiten. Ja, ook Marietje Schaken die was in het Europese parlement. En zij is heel blij dat alles goed gaat met haar team. Alleen ze zegt, ja, ze zitten dus wel vast in het Europese parlement. Esther de Lange, die Europarlementariër is namens het CDA, die heeft voor ons een vlog opgenomen gisteravond toen ze daar nog was. Er is een schietpartij geweest in het centrum van Straatsburg. Daar zijn doden bij te betreuren. Dus onze gedachten gaan allereerst naar de slachtoffers. Naar hun familie, zijn ook zwaar gewonden. Zoals de voorzitter zei, de politie weet wie het is. Maar ze hebben hem nog niet. En dat betekent dat de sfeer hier in het Europees parlement, waar wij vastzitten, in lockdown zoals dat heet, vrij gelaten is. Maar onze collega's die in de stad zitten, die beleven andere momenten. Een Italiaanse collega die laat weten, ik zit echt letterlijk in het donker onder een tafel. In een restaurant. We mogen hier niet van onze plek komen. En een medewerker van een van mijn commissies die laat weten, er komt een militair binnen het restaurant in en we moeten allemaal naar de kelder. Ook mensen die nog vastzitten in een warenhuis, die beleven spannende momenten. En hier wachten we af totdat we het pand mogen verlaten. Heeft u nog contact gehad met Europarlementariërs daar? Ja, zeker. Ik heb nog gebeld ook met Esther. We zagen haar zojuist op tv, maar ook met Jeroen Leenaerts. En zij hebben dat inderdaad wel op die manier beleefd. Rond 8 uur was de aanslag, geloof ik. Tussen 8:30 en 9 gaan veel van hun collega's ook weg. Zij bleven toen nog. En als je toen niet weg was, moest je dus ook echt tot 1:30 liet Jeroen mij weten. Esther zei, ik was om 2:30 thuis. Dus ja, tot midden in de nacht hebben zij daar wel vast. Klokken ze er geschrokken aangedaan? Ja, dat is het zeker. Ze schrikken daar heel erg van. Er werd net ook al gezegd, in het hart van de democratie is die aanslag gepleegd. Nou, Straatsburg is één van die harten. In principe is natuurlijk elke gemeente alweer een hart van een democratie. Dus die hebben we gelukkig overal in Nederland en in Europa. Maar Straatsburg is wel een hele speciale. En we zijn wel heel erg geschrokken. Absoluut. Ja, dan Lisette. Hoe is het nu op dit moment in Straatsburg, is de vraag. Ja, dat gaan we even vragen aan Hans van Balen. Hij is Europarlementariër voor de VVD. En hij was gisteren daar en hij is daar nu nog steeds. Goedemorgen, meneer Van Balen. Goedemorgen. Ja, hoe gaat het daar nu? Ja, op dit moment, nogmaals, die dader is niet gepakt. Dus ik zit in een hotel waar ook, laten we zeggen, de zaak afgesloten is. Je mag er op een gegeven moment wel uit, maar overal zijn mensen. Dus politie. Ik heb gisteravond ook mijn mensen gelokaliseerd. Waar ben je? Ben je goed? Gelukkig was dat ook zo. Of dit een aanslag is die richting de democratie is, richting het Europees parlement of andere instellingen, dat weten we niet. Dat moet worden uitgezocht. Maar het is een chaotische situatie, want de grensovergangen worden extra gecontroleerd. Logisch, want die dader vlucht misschien naar Duitsland. Ja, en hoe is de sfeer daar nu? Ja, iedereen denkt aan die dodelijke slachtoffers en die mensen die nu ook vechten voor hun leven in ziekenhuizen. Dus wij kijken niet naar onszelf, maar naar de mensen die dit overkomen is. En dat is inderdaad vreselijk.